Hallo mensen en super tof dat jullie kijken bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Tex en vandaag zit ik weer in GTA 5 online. En ik ga vandaag weer even wat leuks doen. Ik ga namelijk een paar potjes Deadline spelen. En hopen dat we die rondes gaan winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Dat gaan we... ik zie het wel. We gaan het zien. Dus ik hoop dat jullie er heel erg veel zin in hebben. Zo ja, doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan ga ik snel maar even een Deadline in. Trouwens, voor de mensen die vragen hoe je daar komt. Je gaat naar online. Zo. De eerste ga je naar Jobs. Playjob. Rockstar Created. En dan ga je naar Adversary Mode. Net zo lang scrollen totdat je bij de D, letter D komt. Want het is Deadline. Zo, dan scroll je even wat. Kijk, hier staan een aantal Deadlines. Zijn... zoals je kunt zien zijn die nog 3 cash en RP modes. Ik vind, even kijken, wat is dit voor map? Ah ja, hey, deze vind ik leuk. Dus ik ga even een potje starten en dan zie ik jullie het potje gestart. Oh, ik hoor de motor al trouwens. Ik ga 2 potjes voor jullie spelen. En ik ga de express niet tussen knippen om dan aan jullie te laten zien hoe ik... hoe ik speel en misschien dat je ervan kan winnen als ik, stel ik win deze pot, dan kunnen jullie er ook weer wat van leren. Dus dit is wel het eerste potje van de dag. Het is geen leugen of zoiets, dus niet als ik straks dood ga dat ik het dan pas zeg. Het is echt zo. Het is het eerste potje van de dag. Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld, want ik ben veel met Warehouse bezig geweest. Dus ik ben benieuwd hoe ik nu speel. Maar ik ga het vast goed komen. We hebben 6 levens. Mijn tactiek is altijd... het kan heel erg pushy overkomen, maar het werkt altijd eigenlijk wel. Je wacht tot iedereen een leven onder jou zit. Kijk, er zijn nu 2 mensen met 5 levens. Ik heb er zelf 6. Dus ik ga nu wachten tot iedereen 5 levens heeft. En dan ga ik op die manier, dan weet ik wel dat ik op dat moment wel op zich wel goed zit. Ik heb op expres een boost gepakt, daar kan ik persoonlijk heel goed mee spelen, dus ik ben benieuwd of het ook vandaag dat dan weer gaat lukken. Zo, groene rook af. Kijk, nu, ik heb 6 levens. Paars en groen, die hebben 4 levens. Dus daar sta ik 2 levens op voor. En oranje heeft 5 levens. En die heeft nu ook 4 levens. Dus ik sta nu op iedereen 2 levens voor, als het goed is. Oh, er is eentje relief trouwens. Oh. En om dit soort gevallen te voorkomen, zou ik je eigenlijk adviseren om op het moment dat je dit hebt, een bunny op te pakken, dan kan je eigenlijk al zelf al wel verzekeren dat je goed zit. Weet je, ook al vind je dit pushy spelen, je moet maar eens zien hoeveel ik met deze tactiek verdien. Het is echt heel erg nice. Dus ik blijf deze tactiek altijd eigenlijk wel aanhouden als ik Deadline speel. Dus ik denk dat als ik het kan, kunnen jullie het denk ik ook wel. En dan kunnen jullie natuurlijk ook weer lekker veel geld verdienen. Snap je? Dus kijk, want als ik nu gewoon een keer per ongeluk dood ga, is dat ook niet erg. Dat is niet erg. Want, snap je, je staat op roze en oranje 3 levens voor. Dus je mag door hun 3 keer doodgaan. Ja, nou ja, het is het beste om natuurlijk 0 keer dood te gaan. Dus dat ga ik natuurlijk ook proberen. Het is natuurlijk wel een beetje een camp tactiek, om het zo maar te zeggen. Het is een beetje een pushy tactiek. Geef ik zelf ook toe. Oké, kijk. Als ik nu max boost had gehad, dan had ik die oranje gehad. Maar ik heb geen boost. Dus helaas heb ik die oranje niet kunnen killen. Zo, daar ging ik trouwens bijna door paars heen, maar goed. En als je een beetje geluk hebt, kill je nog eens iemand en dan heb je nog een killstreak ook.
Kijk, zoals nu, ik heb nu een killstreak 1.5. Dus dan gaat je RP, wat je per ronde verdient, als je dat hebt, gaat je RP per, gaat 1.5 keer zo, gaat dus 1.5 hoog. Dus stel jij verdient 10.000 RP met dit, dan doe je dat nog, dan doet de computer dat nog een keer 1.5. Waardoor je iets van 15.000 RP uiteindelijk hebt ofzo. Dus zo'n killstreak is op zich ook wel nice meegenomen. Dus ik heb nu 1.5. Ik heb nog nooit echt iemand gezien met killstreak van 3. Je moet er echt al heel veel kills voor maken, wil je een killstreak van 2.5 hebben. En aangezien ik nu eigenlijk niet zo heel veel doe in dit potje, maar wel dit slim speel, snap je, verdien ik dus best wel wat RP. Meestal ben ik op het laatste, stel ik heb mijn bunny op, die moet ik op het laatste moment inzetten. Dan ben ik daar niet zo goed in eigenlijk. Oh mijn god. Kijk, hier kan ik dus op dat moment dus niet op reageren. Ik weet niet waarom, maar daar ben ik echt heel slecht in. Killstreak is weg. Stel je hebt een killstreak en je maakt jezelf dood, gaat je killstreak dus weg. Dat is even voor de duidelijkheid. Niet dat je denkt, oh dan ga ik ook even, snap je, als ik dood ga dat het dan ook niet zo erg is. Want dat is eigenlijk nog steeds wel vervelend natuurlijk. Wauw, die andere guy is ook geliefd. Oh, ik vind dat zo vervelend. Kijk, nu verdien ik eigenlijk niet zo heel veel geld met deze ronde. Als die twee mensen zouden blijven spectaten, dan wel. Dan wel. Dan zou ik... Ik denk dat als ik geluk heb dat ik nu 24k heb. En dat is voor deadline echt heel erg weinig. Echt, echt heel erg weinig. Dus, Ik denk dat ik even dit potje afmaak en dan start ik wel even een nieuw potje waar niemand in gaat leven. Ik denk dat dat wel wat leuker is. Dus hier zit ik weer in een nieuw potje. Ik ben heel erg benieuwd of we deze gaan winnen. Het vorige potje heb ik trouwens niet gewonnen. Uiteindelijk niet. Ik had disconnect, dus you know, dat is best wel kut. Ik had echt gewoon... Ik zat gewoon even lekker te spelen en in één keer... You are disconnected from the server stond. Ik dacht nee. Want ik stond met 4 levens voor. Dus ja. Maar helaas, weet je, prima. Dan is dat maar zo. Dus we gaan even kijken of we hier wat mensen kunnen killen. Ik vind dit persoonlijk niet de chillste map, aangezien deze echt veel hoekjes heeft en zo. Maar ik ga er toch wat van proberen te maken, want ja, het zou toch moeten. Die heeft zichzelf gekild. Oké, dat sloeg ook nergens op zo te zien. Even kijken, spant die boost in? Nee. Kunnen we hier veilig langs? Ja, oké, nice. Oh shit. Oh shit. Yes, oké. Hier zijn we veilig uitgekomen. Oké, even zien of ik hier even... Ja. Nice. Even kijken. Ik wil even zo'n bunny hop hebben als het kan. Dus beter spant hij even in. Ik word zo genaaid dat ik gewoon precies... Dat ik gewoon echt net niet op zijn lijn land. Maar dat ik toch te dicht op zijn lijn land. Waardoor ik toch niet meer kan... waardoor ik toch niet meer kan afremmen. Dat is zo irritant. Kijken hoor. Mijn motor is helemaal glanzend in één keer trouwens. Dat zie ik ook nu pas. Ik weet niet waarom dat zo is, maar... Die is dood.
Oh. Ik merk echt dat ik dit echt al een tijdje niet heb gespeeld. Dus echt best wel irritant, want... Oranje, die overleeft het nog weer net. Even kijken. Rolls, die heeft nog 6 van de 5 levens. Dat moet er eigenlijk wel even vanaf. Dus dat ga ik wel even proberen. Groen die is weer dood. Groen die is echt heel slecht. Die heeft gewoon nog maar 1 leven. Ik ga deze guy proberen in te sluiten. Oh mijn god. Hij is dood. Oké, maar Ross die wil ik eigenlijk wel even proberen te killen. Maar dat wil Oranje dus bij mij. Ik wil even wachten, kan ik hier weer tussendoor. Ross is ook, 355. Hè? Dan ben je op zich ook wel goed. Dus, weet je, daar is in principe niks mis mee met dat level. Oh, oh. Jezus, wat een boog, jongen. Oké, die bunny hop die heeft echt zojuist mijn leven gered. Anders was ik gewoon strak tegen die muur gekomen. Kijk, nu is Freddy dood. Die gaat gewoon rustig, zet rustig zijn boost in op mij. Nou ja, zelf weten. Ik denk niet dat het heel verstandig is alleen. Even kijken, ik ga deze buis in. Dan hoop ik dat de bunny hop spant. Denk ik eerlijk gezegd niet. Nee. Oké. Oh mijn god. Nog 27 seconden. Oh, en ik werd nog bijna genaaid ook dat ik werd gekilled. Oké. Dus het gaat tussen mij en Ross. Maar ik heb geen bunny op meer zo te zien. Oh shit. Oh mijn god. Oh mijn god. Ben ik nou serieus de winnaar? Want ik ga toegeven dat ik heel veel geluk heb dan. Oké, ik heb heel veel geluk. Oh mijn god. Oh nee, dit meen je toch niet echt, jongen. Ben ik serieus? Ik heb ook maar één... Ik ben één keer dood gegaan. 2 kills. 24k. Best prima. Ik start even... Nee, we starten niet nog iets. Want we geboortje, maar volgens mij laat hij dat gewoon in. Dus... Dat is gewoon chill. 24k erbij. Best prima. Kan beter. Maar goed. Ik vind het prima. Ik had ook niet de meeste kills van iedereen. Oké. Ik ga nu voor... Als het kan, gelijk bunny op. En dan gewoon weer zoals dit potje heel safe proberen te spelen. En eigenlijk wel een beetje campy weer. Even kijken, bunny op zouden wel weer niet liggen meteen. Ik ga even wachten totdat bunny op is ingespannen, denk ik. Ik denk dat ik dat even ga doen, want ik... Oh shit, hier is het wel erg druk. Hier is het op zich wel erg druk. What the fuck doet mijn motor ook? YOLO, ik moet over zijn lijn heen. Ja, dat dacht ik al. Shit. Ik werd eigenlijk een soort van ingesloten daar. Want ik kon niet zo heel veel. Zoals je zag. Oké, alleen Oranje en Rossi moeten nog even gekild worden. Zo. Oh nee. Oh mijn god. Ik was heel vergeten dat die lijn even... Dat die lijn ook gewoon nog een keer zo in gaan spannen. Zeg. Oh, ik word weer zo erg genaaid. Hoe kan hij zo scherp in één keer insturen op die motor? Terwijl dit letterlijk de motor is. Ik snap dit niet. Kijk. Dat sturen is helemaal niet scherp. Nou, het is niet verkeerd. Dat geef ik toe. Maar het is alles behalve scherp. En vervolgens... Weet je, dat is zo irritant. Echt, dat is zo irritant. Hier krijgt hij die kill weer. Maar dat is zo irritant, jongen. Weet je, dan... ik kan daar echt... Daar word ik echt boos van soms. Rijd ik mezelf hier nou in?
Nee, dat niet. Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Ik ga hier even fully gas over die lijn heen. Zo. Het scheelt niet veel. Oké, Oranje die heeft de bunny op niet kunnen pakken. Oh mijn god. Ga ik erheen en dan wordt hij gedespawned. Ik kan ook wel zeggen dat ik genaaid word hoor. Ja, echt. Het zit me ook echt niet mee. Oké, dan. Zie je? Kijk dan, je ziet het hè. Roze en groen gaan rustig door elkaar heen. Niks aan de hand. Maar als ik zo'n lijn door me heen krijg, dan is in één keer een groot probleem. Oh, wat word ik weer lekker genaaid. Echt jemig, man. Jezus, wat is dit vies gespeeld van hun. Nou, eerder gewoon van GTA. Dit is echt heel, heel naar. We hebben nog 2 minuten speeltijd, dus ik denk niet dat dit hem gaat worden, eerlijk gezegd. Oh, shit. Heb ik geluk? Nee, natuurlijk heb ik niet geluk. Die lijn... Ja, ik denk dat je zelf ook wel zag. Ik denk dat je wel uit kan halen dat ik hier gewoon een beetje genaaid word. Een beetje heel erg, zeg maar. Het boeit me nu ook niet meer. Ik heb 1 leven. Het boeit me echt helemaal geen flikker meer. Ik ga vol om nog even lekker zo'n kill te maken. En dan het liefst op Oranje. Dat vind ik toch echt de vieste flikker gewoon. Allemaal. Nou, nee, eigenlijk. Eigenlijk roze. Ik ga even op roze. Oh, roze is gekilled, zo te zien. Zo. Nice. Oh, dat is nice kill op zich. Zo, dan ga ik even rustig hier langs. Even kijken hoor. Nou, voor de rest valt er niet zo heel veel meer te doen. Nog 19, 18. Oké, prima. Prima. 6 seconden. En dan vind ik het helemaal prima. Round loser, oké. Hoeveel geld heb ik verdiend? Ik hoop veel. Ik denk niet zoveel. Oké, continue. Gaan we het maar niet over hebben. 7,5k. Dat is echt heel slecht dit.